moeilijkheden thuis, problemen op school, kriebels in de buik bij het weerzien van een oud lief. Dat allemaal in de late 50's en bijeenverhaald in Blueberry Hill, de openingsfilm van het nieuwe TV1 seizoen. Zaterdag 1 september om 4:15. En voor de sluiter van die dag maken we een sprong naar 2019. Gevaarlijke, op mensen lijkende robots moeten dringend uitgeschakeld worden. De held die deze klus moet klaren, moet wel tegen een stootje kunnen. Spanning aan lichtsnelheid in Blade Runner en nostalgie in Robert de Herds Blueberry Hill. Uw aperitief en dessert voor zaterdag 1 september op TV1. Dat is een dag om te noteren in je agenda. Jawel, Sterrendag op TV1. Wij zijn van de partij. U ook? Tot dan. Dat is morgen dus. TV1 gaat nu naar het midden van de jaren 20, want dan beleeft Harold Lloyd het toppunt van zijn carrière. Hij is de absolute meester van de komische stomme film en rijft niet alleen succes, maar ook de centen binnen. Met de komst van de geluidsfilm eindigt ook de opgang van deze komiek. Over Harold Lloyd nu een filmportret met niet alleen de man zelf, maar ook de collega's Roddy McDowall en Jack Lemmon.